Hallo, ik ben Anouk. Ik loop stage bij Local to Local en de aankomende maanden ga ik op zoek naar waar Local to Local voor staat. Vandaag ben ik op de Hub Gistede van Utrecht Natuurlijk en ik ga spreken met Annemieke Willems. Kun je jezelf even voorstellen? Ik ben Annemieke. Ik ben woonachtig in Leidse Rijn. En ik werk normaal gesproken bij televisie. En op woensdag sta ik hier op Gistede met de Hub van Local to Local. Wat is een Local to Local Hub? Een hub is een afhaalpunt, eigenlijk Engels voor een afhaalpunt voor lokale levensmiddelen. En dat is hier op Gistede op woensdagmiddag. Alle producten komen uit de omgeving van Utrecht, kun je online bestellen. En dan hier op woensdagmiddag afhalen. Kan je me wat vertellen over waar we nu zijn? We zijn nu op Gistede, dat is in het Gistpark Hartje Utrecht. Ja, een park met van alles, moestuinen, dieren die hier verzorgd worden. En zijn rondleiders voor scholen, voor kinderen, heel educatief, kunnen binnen spelen. Het is een speeltuin en met warm weer is er een badje daar waar ze een hele sociale functie in de wijk. Als je zelf geen tuin hebt, dan kan je hier lekker kinderen komen tot nood. En tegenwoordig ook voor je lokale voedingsmiddelen van de lokale producent. Wat doe je precies als hubhouder? Als hubhouder ontvang je de spullen, die worden hier afgeleverd in een busje. En dan check je of alle bestelde spullen ook geleverd zijn. En dan richting een soort van winkeltje in op deze manier. Gewoon een tafel met spulletjes uitgestald. En dan kunnen mensen dat hier afhalen. Online bestellen kun je doen de hub die je wil. En dan kies je een hub. Er zijn er meerdere in Utrecht. Dat jou het beste uitkomt om af te halen. Als je dat gekozen hebt, dan zie je wat de afhaaldag en de afhaaltijd is. En dan kun je dat die afgesproken tijd hier komen halen. Waarom heb je ervoor gekozen om hubhouder te worden? Ik vind het leuk om naast de gewone werk om dit te doen. Omdat je de lokale ondernemers steunt. Lokale producten eet, dat deed ik zelf al. En ik hoorde van iemand dat hij dat ook gewoon bij zijn werk deed, één dag per week. Dat lijkt me ook heel erg leuk om te doen als afwisseling. En om de lokale economie te steunen en om lekkere producten te eten. Het leuke is dat de hub hier op Gistede de pilot is. Voor de andere steden zijn er nog vier waar we straks gaan beginnen met een hub. Dus dan kun je inderdaad door heel de stad je lokale boodschappen afhalen. Hubhouder kun je ook worden. Dan kun je naar de site van Local to Local gaan. Onderaan de pagina kun je aanmelden als hubhouder. En als klant kun je straks door heel de stad terecht om je lokale boodschappen af te halen. Dus kijk op de site van Local to Local.